Nu is het nog het decor van Het Verzet Kraakt, maar straks is het misschien het decor van het Hof van Heden. Het kan zijn dat er mensen zijn die gedacht hebben, hey, de Hof van Heden die is van het toneel verdwenen, maar dat is dus niet waar. We hebben teleurstelling te verwerken gehad in januari jongstleden, maar we zijn achter de schermen heel druk bezig geweest om verder te kunnen gaan. En dat gaat nu ook gebeuren. We hebben gisteren ledenvergadering gehad en daar was men unaniem het eens met de samenwerkingsovereenkomst met de stichting Knarrehof. De Knarrehof heeft ingangen bij banken en de banken financieren over het algemeen 70%. En dan gaat het nog om 30% waar de Knarrehof ons ook bij kan helpen. En natuurlijk zijn zij wel leider in de onderhandelingen. En het kan zijn dat we hier en daar wat zouden moeten inleveren. Maar we hebben vrij veel overeenkomsten als het gaat om het concept. En dat is onder andere de duurzaamheid en het naberschap, het nieuwe naberschap. Dus we zoeken mensen die ook een beetje voor elkaar willen zorgen. Daar zit natuurlijk ook de nodige privacy bij, dus het moet niet, maar je vindt elkaar op het concept. We hebben twee locaties inderdaad op het oog, toch opnieuw het Indiëterrein en de Ootmarsumse straat, omdat we graag in het centrum willen wonen, dicht bij voorzieningen, dicht bij het openbaar vervoer. Dat is het uitgangspunt geweest voor de locatie. We hebben op 4 oktober aanstaande hebben we een informatieavond samen met de Knarrehof, waarin we de huidige stand van de samenwerking en onze plannen in Almelo zullen uitleggen. Als u daar aan deel wilt nemen, dan kunt u zich opgeven bij manon@knarrehof.nl en dan krijgt u van haar bericht waar de locatie van samenkomst is en hoe laat. Wij zijn PVCC. Ja, maar hoe heet u zelf? Oh, Emar. En dat is voldoende? Ja, nee, nee. Ja, dat eigenlijk wel, toch? Ja. Emar. Ja. Maar ik zie hier heel veel kinderen aan het werk die prachtige dingen maken. Hoe komt dat zo? Ja, omdat we eigenlijk hiervoor staan. Eigenlijk het creatieve voor kinderen, ontwikkeling voor kinderen. En daarom zijn we eigenlijk ook hier gestart in Almelo, om dat gewoon verder te breiden. Dus en Almelo had het nog niet. En toen had ik zoiets van, hey Wendy, kom, breng het naar Almelo. En het werkt, open dag loopt goed. Dus er zijn genoeg mensen langsgekomen die graag een feestje weer willen pikken, een klas willen volgen. En ja, dat is wat wij doen. Ja, dat is het verhaal. Het creatieve met jongeren, maar niet alleen met jongeren, want wij doen ook voor evenementen, ook voor bedrijven, muurschilderingen. Het is niet zozeer alleen maar dat je binnen zit in een klas van, je krijgt een tekenles. Het is gewoon van alles en nog wat. Ontwikkeling vooral, zeg maar. En met de klasses kunnen wij ook op pad met kinderen. En dan kunnen wij bijvoorbeeld, zoals de laatste keer, zijn we naar Waarbeek geweest. En mooie deal met Waarbeek, daar kunnen ze gewoon de kinderen gezellig een dagje voor maken. En dan krijgt Waarbeek ook een ruil van een mooie muurschildering. Dus. Wij doen elke zomervakantie en elke herfstvakantie en voorjaarsvakantie organiseren we een Kids Do Day. Dat doen we samen met een andere partner. Dat hebben we met Twente gedaan, met de Waarbeek, met andere creatieve ondernemers. En dan maken we dus inderdaad mooie muurschilderingen samen met jeugd en met kinderen. En daarnaast geven we graffiti kinderfeestjes, workshops, bedrijfsfeestjes, personeelsfeestjes, muurschilderingen, grote projecten. In 2018 gaan we een aantal hele vette projecten draaien met de jeugd. En dat willen we allemaal vanuit Almelo gaan doen. Dus we hopen op heel veel enthousiasme. Wij zijn in ieder geval heel enthousiast met z'n allen. En we hebben er een goed gevoel over. Dus we gaan lekker knallen in deze stad. Goedenavond. Welkom bij de derde editie van Word Up Poetry Slam.
We strijden door, zo roekzichtloos en onbarmhartig nemend en verlangend, zonder ooit iets terug te geven, de eenzaamheid in ons verdringend op zoek naar glimpen van geluk. Gaat u liever naar een ander land, met uw kids in de koffer en een bom in elke hand. We bouwen een muur om u tegen te houden. Elke steen een stukje groter om steeds hoger te kunnen bouwen. Hou me tegen. Heb je even? Vul even deze vragenlijst in om aan te geven wat er mis is in uw leven. Want grenzen aangeven geeft toch zin aan het leven? Terwijl ik lig onder haar warme deken, schets ik haar chille vibe in mijn mind als ik haar warmte weer eens steek. Ik wil het liefst haar hand pakken, maar ik ben ergens bang dat dan mijn kansen vergaan. Dus ik laat het maar gaan en denk, laat het dan maar. De doorzichtige stilte waakt de narcis in de vaas. Rijn kleideleer, knompt, krult, spijkerschrift onder de gemelte. Lucilis flora in acht genomen. Als sterrenstelsels geworven in het uitgestrekte zwarte kleed. Vroeger wel, want vroeger werd er nog een hoop gelachen. Inmiddels heb ik die hoop vertrapt. Nu zijn er slechts een hoop verlangens die duiden op een gebroken hart. Wees opgepast voor de lege beloftes van een jonge man die leeft in zijn dronkenschap, dronken van het leven en onderhand, zat van het mee te moeten spelen in een poppenkast. Stop maar, gast. Dat wordt niet wat. De grootste plannen, de mooiste ideeën, je gelukzaligste momenten zijn mijn dromen gebleven. Nu jaren later zelf verstoft en traag, met hersens die nog weinig vreugde kennen, hoogstens een beetje vaag, de herinnering aan de jeugdige illusie, waar dromen nog konden bestaan. Waar nog met een vastgeraden blik werd gezegd dat ze verwezenlijk zouden worden. Nog voldaan. Zich afvragend waar hij dit aan dankt. Ligt hij in bed? Of zit op de bank? Denk bij zichzelf, zie mezelf. Ongeschoren en verloren. Nutteloos en futloos. Rusteloos en lusteloos. Ik kom nergens toe. Het wordt tijd dat ik het anders doe. Liefde, seks, drugs, drank, natuur, festivals en lekker schijten. We vallen in dezelfde categorie voor mij wat betreft het kunnen ervaren van het paradijs. Hey, eerlijk is eerlijk. Poepen is vaak fijn. Goed, ik kan er maar één winnen. En je kan merken dat, dat Chelsea toch wat meer ervaring heeft, denk ik. En dat geeft zeker ook de doorslag. Dus Chelsea is vanavond de winnaar. Ja? Oké. Okay. Maar Emily, ga gewoon door, want het ziet er heel goed uit. Thank you.
In het pak zitten elektroden op verschillende plaatsen. De borst, de buik, de bovenbenen, de biceps, de triceps, de armen. En die zijn verbonden met de computer. En we kunnen alles apart instellen, de intensiteit van de stroomtoevoer. De elektroden komen onder stroom te staan. Die worden ook altijd nat gespoten, net als het onderpak wat je draagt. Want water glijdt stroom, dus dan wordt de intensiteit van de trillingen nog groter. Die elektroden staan in verbinding met de computer. Eigenlijk moet ik dan even de computer laten zien. Ja. Op het pak bevestigen we een batterij. En die batterij die staat in verbinding met de mainframe. En hierin kun je zien dat die elektroden allemaal apart verbonden zijn. Dus de bovenbenen, die kan je apart instellen. Je kunt hier zien wat rood wordt, dat is het bewuste spieren die getraind worden. Hier zijn de bovenbenen, hier is de buik, de taaien, de billen. Dus die elektroden die u net gezien heeft, die kun je apart instellen. Dus je kan heel gericht trainen. Als je zegt van ik wil puur de buikspieren wat meer of ik heb last van mijn rug, dan zet je de rug gewoon wat lager. En de impulsen zijn 4 seconden heb je een impuls en 2 seconden is er geen impuls. Dus ik zal wat oefeningen voordoen. Ze maken een squat en we gaan in 4 naar beneden. Nu is er 2 seconden rust, 1, 2 en dan komt hij. 4, 3, 2, 1 en op. Dus dit soort simpele oefeningen doen we, meestal 12 keer. Maar je spieren spannen zich dus niet alleen uit zichzelf aan, maar ook door de elektrische impulsen. Waardoor het gewoon een stuk zwaarder is als normaal. We gebruiken soms ook gewichtjes of elastieken. En dan gaan we ook naar beneden en 4 en weer in 2 op. In 4 en in 2 op. En voor de buikspieren hebben we bijvoorbeeld het planken. De meeste mensen kennen het planken wel, alleen onder een elektrische impuls is dat nog wat zwaarder. Het Krikkehaar is een van de 13 huizen die het Nivon heeft in Nederland. We hebben 13 huizen en een aantal kampeerterreinen. En de huizen van het Nivon is vrij voor leden en niet-leden om een dag of een nacht of een paar nachten of een paar weken zelfs te overnachten. Het zijn rustige plekken, het zijn mooie plekken midden in de natuur. Dus het is een goede plek om te verblijven. En wat belangrijk is natuurlijk, het is niet duur. Het Nivon staat voor Instituut van Volksontwikkeling en Natuurvrienden. Het Nivon is opgericht door Koos Vorink en Piet Voogd in 1924. Beetje naar aanleiding ook van eerder... Is toen de AJC ook opgericht, een beetje daaraan. Men had behoefte aan ontwikkelingsmogelijkheden voor wat toen nog heette de arbeider. En dat is ook met de leden, hè, de arbeidersleden, is het huis gebouwd. Dus met de timmerman, met de metselaar, met de mensen die wisten hoe je een huis moest bouwen. Want dat was de enige mogelijkheid. Het heeft allemaal alleen met Krikkenaar te maken. De Almelo Allee heeft in zoverre wat met de Krikkenhaar te maken dat het startpunt is dit jaar voor de actie 24 september van Almelo Allee. Dus de mensen komen met de bus vanuit de Almelo stad hierheen en vanuit dit punt. En dit is dan het startpunt dat ze de wandeling weer terugmaken of de wandeling maken in het kader van Almelo Allee.
Ik mag u een cadeautje aanbieden. Ik heb een instapkaart dat u iemand mag uitdagen om mee te wandelen, fietsen of hardlopen om met de Almelo alleen mee te doen. Wie daagt u uit? Nou, het lijkt mij goed dat onze penningmeester Erik Nicolaas, die volgens mij kan hij wel wat beweging gebruiken. Dus bij deze wil ik hem opdragen aan onze penningmeester Erik Nicolaas. Mooi, dan krijgt u de kaart en wil ik u hartelijk danken voor dit interview. Graag gedaan. Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.